Deze instructievideo behandelt het onderwerp opmaakprofielen. Opmaakprofielen is vrij ongekend en zeker onderschat wanneer we gebruik maken van tekstverwerking. Ik heb een documentje klaargemaakt waarin staat wat het opmaakprofielen zijn. Een opmaakprofiel is een verzameling opmaakkenmerken die u opslaat onder een bepaalde naam. En zo kan je bijvoorbeeld een opmaakprofiel maken met de naam hoofdstuktitel. Iedere keer als je in het vervolg een hoofdstuktitel typt, kan je dit opmaakprofiel gaan toepassen. Op de manier ben je altijd zeker dat alle hoofdstukken dezelfde opmaak hebben. Er zijn niet alleen alinea-opmaakprofielen, maar er zijn ook tekenopmaak, frameopmaak, paginaopmaak en lijstopmaakprofielen binnen Writer. Ik ga ook hiervoor het documentje gebruiken dat we reeds enkele malen eerder gebruikten, het documentje genk.odt. Ik sluit dus dit document af en ik ga mijn genk.odt-document openen. Dit tekstdocumentje is u wel bekend uit de vorige instructievideo's. Ik maak het scherm even wat kleiner. Ik zal het op een 80% zetten, zodanig dat we een goed overzicht krijgen van de tekst die in dit scherm staat. Hier ga ik een aantal opmaakprofielen en een aantal bewerkingen op opmaakprofielen op loslaten. Opmaakprofielen zie je hierboven staan bij opmaak, stijlen en opmaak. Je ziet ook dat er het knopje F11 bij staat. Of je drukt hier linksboven op dit teken waarbij je hetzelfde kadertje zal krijgen. Dus als ik het kadertje sluit en ik druk op dit knopje, dan krijg je hetzelfde kadertje. Net hetzelfde als wanneer je hier zou drukken op meer. Ook hiervan krijg je datzelfde kadertje. En hier zien we van boven staan de alineaopmaak, tekenopmaak, frameopmaak, paginaopmaak en lijstopmaakprofielen. Dat zijn de vijf belangrijkste die Writer ondersteunt. Dan is er nog een knopje voor de gietermodus en een knopje dat we zo dadelijk gaan gebruiken om nieuwe opmaakprofielen te gaan aanmaken of te gaan bijwerken. Je ziet dat er een aantal opmaakprofielen staan wanneer ik in het onderdeel Alinea opmaakprofielen zit. Nu, de eenvoudigste manier is te werken zonder dit kadertje en uw opmaakprofielen te selecteren in de lijst linksboven. Je ziet dat kop 1 tot en met 3 er staat, een opmaakprofiel voor de koptekst, een tekstblok, een voetnoot enzovoort. We gaan aan de slag. Dit is mijn eerste titel. Wat is Genk? Je ziet dat we die gewoon een opmaak gegeven hebben. Tekstopmaak of lettertype Calibri, lettergrootte 14 punten. We gaven die een vet en een onderlijnd teken. Nu kunnen we hiervan deze titel eens gaan veranderen in de voorgestelde opmaak kop 1. Dus ik druk op deze lijst naar beneden en ik zet hem op kop 1. Je gaat zien dat hier de insprong al wat vergroot is. Er is wat meer witruimte boven de titel. Je ziet dat het lettertype groter geworden is. Het is Arial 16,1 en het is enkel nog vet en niet meer onderstreept. Dus de titel opmaak is aangepast. Nu, geschiedenis is nog niet aangepast, dus we kunnen geschiedenis ook een nieuwe kop geven. Ik geef die ook eventjes kop 1. En datzelfde doe ik hier onderaan bij de schoolbevolking. Die ga ik ook kop 1 geven. Net hetzelfde als Genk nu. Kop 1. Voilà. Als alles goed is, is er nog één kop sport over die ik nu nog niet ga aanpassen. Vooralsnog hebben we geen enkel voordeel gezien van het gebruik van opmaakprofielen. Maar dat wordt nu zo dadelijk wel zeker duidelijk. Dus we hebben een bepaalde opmaak. Kop 1. Die opmaak kunnen we nu eenvoudig gaan aanpassen. Waardoor dat alle titels met deze opmaak mee aangepast worden. Dus zoals ik je vertelde, kan je dit knopje gebruiken om alle opmaakprofielen te zien. Dus kop 1 hebben we reeds gebruikt. Je ziet dat ook als je een stukje tekst selecteert. Dan zie je dat het standaard tekst opmaak is. Als ik deze titel terug selecteer, dan zie je dat is kop 1. Nu kan ik die kop 1 gewoon aanpassen door met de rechtermuisknop daarop te drukken en te kiezen voor wijziging. Je krijgt dan de mogelijkheid om heel je kop 1 aan te passen. En ik zal het nu eenvoudig houden. Ik ga onderstrepen. Op dubbel zetten en ik ga bij het lettertype wat aanpassen. Ik maak het niet alleen van vet, maar ook cursief. Zo, en we gaan dat zo eventjes laten staan. Misschien is het ook duidelijk als ik nog een ander lettertype kies. Bijvoorbeeld dit lettertype. En je gaat zien van het moment dat ik hier op toepassen ga drukken, gaat niet alleen wat is Genk aangepast worden, maar ook geschiedenis en alle andere koppen. Ik druk op toepassen. Ik druk eens even op OK en je gaat zien wat is Genk is aangepast, geschiedenis is aangepast. En als ik zo naar onder scroll, dan ga je zien ook de schoolbevolking, ook Genk nu, dat is allemaal gewijzigd. Behalve sport, want die hadden we niet aangeduid. Dus dit is al een groot voordeel van werken met opmaakprofielen. Dus je zag het, gewoon selecteren, rechtermuisknop doen, wijzigen. En je kan hier bijvoorbeeld zeggen, ik wil er ook een schaduweffect bij, ik druk op. Dat zie je wel niet zo duidelijk, dus ik zal ook de kleur eventjes veranderen. Dat zit bij teksteffecten. Ik kies een groene kleur. Ik druk op toepassen.
Oké, en je ziet al de koppen zijn aangepast. Want ze waren van het type kop 1, dat zie je. Ik selecteer dat en je ziet dat het kop 1 is. Nu kan je eigenlijk ook andersom te werk gaan en zelf een nieuwe opmaak gaan wijzigen. Dus je kan hier gaan doen, sport heeft al een vrij mooie opmaak. Ik ga gewoon enkel nog het kleurtje aanpassen. Een blauwe kleur, dat hoort bij Genk. En ik ga hem ook op cursief zetten. Deze opmaak zou ik nu willen gaan herbruiken. Wat kan je nu doen? Je hebt dit stukje geselecteerd en je drukt hier van boven gewoon met de linkermuisknop en je zegt ik maak een nieuw opmaakprofiel uit de selectie, uit datgene dat ik hier geselecteerd heb. Nieuw opmaakprofiel. Wat ik altijd doe, ik geef het een heel duidelijke naam die van toepassing is op mijn document. Ik ben met een document bezig dat heet Genk. Dus ik ga een nieuw opmaakprofiel maken met als titel Genk alle titels. Zo, ik druk op OK. En je ziet, kijk, het opmaakprofiel is bijgekomen. Net zoals kop 1 tot en met 10 is er nu ook een opmaakprofiel dat heet Genk titels. En nu kan ik via de gieter hier van boven gewoon zeggen dat Genk titels op al de vorige titels moet van toepassing zijn. Ik druk op de gietermodus. Ik scroll in mijn document een beetje hoger. Oh, daar ging die wat snel. Eventjes terug proberen te scrollen. Hij scrolt niet mee, dus ik zal het manueel moeten doen. Zo. Ik duid Genk nu aan. Normaal gezien zou dat ook moeten lukken door er gewoon in te klikken. Ik doe dat eenmaal en je ziet het. De tekst verandert mee. Een geschiedenis aangeduid. En wat is Genk? Voilà. Vanaf nu hebben we de uiteindelijke opmaak toegepast op de titels die dat we wouden gebruiken. Sport, Genk nu enzovoort. Dus ook dit is weer eenvoudig aan te passen. Rechtermuisknop wijzigen en je kan je hele opmaakprofiel gaan aanpassen. Je had ook een nieuw opmaakprofiel kunnen maken door hier gewoon rechtermuisknop te klikken en te zeggen nieuw. Je gaf dan een zelf gekozen naam voor het opmaakprofiel en dan kon je eigenlijk ook alle instellingen doen. Dus wat dat ik gedaan heb is vanuit een bestaande opmaak, een klein beetje aangepast en daar een nieuw profiel van gemaakt. Wat dat je ook nog kan doen in deze modus is het volgende. Ik zet de gietermodus even uit. Ik zeg bijvoorbeeld geschiedenis. De titel is wel duidelijk, maar hij moet bijvoorbeeld nog wat groter puntgrootte hebben. Dus dan zetten we hem bijvoorbeeld, om het duidelijk te maken, op 18. Je ziet dat alleen deze titel aangepast is. Dus alleen de kop, de geschiedeniskop is aangepast. Om dit nu door te voeren op alle andere titels, drukken we hier opnieuw rechtsboven. En je zegt opmaakprofiel bijwerken. Met het moment dat ik hier ga linksklikken, ga je zien dat de titel Wat is Genk ook mee aangepast wordt. Ik druk en je ziet dat alle titels groter geworden zijn. Dus ik ga dat even controleren. Voilà, schoolbevolking is groter geworden. Dus we hebben een bestaand opmaakprofiel al gewijzigd. En we hebben zelf al een nieuw opmaakprofiel gemaakt. Wat dat vaak gebruikt wordt in een stuk tekst is een bepaalde tekenopmaak geven om iets duidelijk te benadrukken. Te accentueren als het ware. Dat ga ik nu eens even doen. Je zag dat ik tot nu toe gewerkt heb in de Alinea opmaakprofielen, maar ik ga zo dadelijk eens een tekenopmaakprofiel maken. Waarom? Omdat ik slechts één enkel woord uit een hele alinea wil gaan benadrukken en niet de hele alinea zelf. Bijvoorbeeld Belgisch, ik zal het even selecteren en ik ga nu al afspreken, alles wat ik wil benadrukken, dat krijgt als kleur rood. Dat ga ik opmaak cursief geven en opnieuw vet om het zeker te laten uitspringen. Voilà, nu heb ik een nieuwe opmaak gemaakt, maar ik heb er nog geen profiel van gemaakt. Dus ik druk hier weer linksboven en ik zeg ik maak een nieuw opmaakprofiel uit de selectie. Opnieuw geef ik dat het naam van het document, Genk, alles wat belangrijk is. Oké, okay. Vanaf nu zie je hier, Genk belangrijk staat tussen de tekenopmaakprofielen. Je ziet in deze lijst alle profielen, maar ik kan ook gerust zeggen, laat mij alleen de toegepaste opmaakprofielen zien. En je ziet, er is alleen nog maar iets wat standaard is. Dus als ik hier druk, zie je, dit is standaard. Als ik hier klik, dan zie je Genk belangrijk is aangeduid. En nu op dezelfde manier, je kan de gietermodus gaan gebruiken en je zegt bijvoorbeeld het Albertkanaal is belangrijk. Ik ga hier Genkse school ook nog aanduiden en Keltische bijvoorbeeld. En net hetzelfde als met de andere alinea opmaakprofielen kan je die eenvoudig wijzigen, rechtermuisknop wijzigen. Je zegt de kleur moet niet rood zijn, maar we zitten in het lyceum, dus we kiezen voor een fel groene kleur. Je drukt op toepassen, oké, en je ziet dat alle belangrijke onderdelen in de tekst aangepast zijn. Wat wil ik je nog laten zien? Een internetsnelkoppeling aanpassen. Stel je bijvoorbeeld hieronder
enkele websites ingeeft. www.genk.be en we kiezen er nog eentje. www.uitingenk.be. Je gaat zien, van het moment dat ik op enter gedrukt heb, heeft hij dat onderlijnd en blauw gemaakt. Dat doet hij natuurlijk omdat hij herkent dat het een snelkoppeling is. Nu, je ziet hier, als ik met de muis erop ga staan, als ik de controltoets zou inhouden en ik zou klikken, dan zou ik de link kunnen gaan bezoeken. Nu, dit heeft te maken ook met je tekenopmaakprofiel. Ik moest eventjes drukken op Alinea en dan terug op tekenopmaak, zodat hij de lijst gaat verversen. En je ziet, kijk, er is een opmaakprofiel internetkoppeling bijgekomen. Dat heeft hij toegepast op Genk en Uitingenk. Ook die kan ik weer wijzigen. Ik ga dat proberen wat duidelijker te maken. Dus het teksteffect. Ik ga het onderstrepen eens op. Golven zitten er normaal gezien ook bij. Golf. En ik zet het lettertype op vet. Ik druk op toepassen. En dan ga je zien, kijk, het is nu met een golf onderlijnd. Waarom heb ik twee websites laten zien? Omdat ik je wil laten zien dat als je een website bezoekt, dat een andere opmaak krijgt. Dus ik druk daar eventjes op en ik ga de controltoets inhouden. Het wordt een handje en ik druk, zodat hij die pagina gaat openen en gaat de website uit in Genk inladen. Dat heeft hij ondertussen gedaan. Ik ga die terug afsluiten. En dan ga je zien, kijk, uit in Genk krijgt een andere opmaak. Hier zien we dat nog niet ververst worden. Dat is een klein foutje, of nog een kleine bug in Writer. Als ik eerst druk op Alinea opmaak en ik druk terug op teken opmaak, dan ga je zien, kijk, er is nu ook iets dat heet bezochte internetkoppeling. Ook die kan ik terug wijzigen. We gaan afspreken dat alle bezochte koppelingen terug groen worden. Groen 5. En we geven hem het schaduweffect. Ik druk op toepassen. Oké, en je gaat zien alle bezochte weblinks gaan nu de groene opmaak krijgen. Ik zal het iets groter maken, zodat het wat duidelijker wordt. Als ik deze website ga bezoeken, dan ga je zien, hij zou groen moeten onderlijnd worden. Ik druk op Genk. De website zal zich wel openen. En daar is die. Ik sluit terug en je gaat zien, de opmaak is aangepast. Nu wil ik je nog een laatste ding laten zien. En dat is bijvoorbeeld hier een lijstopmaakprofiel. We gaan eens even kijken. Ik ga alle lijsten erbij halen. Er zijn 5 nummeringslijsten en 5 opsommingslijsten. Daar zijn al profielen van gemaakt. Ik ga eens naar boven scrollen, want ik herinner mij dat er bovenaan een lijst al klaargemaakt was. Deze lijst is wel leuk met de blauwe bolletjes. Daar ga ik een nieuw opmaakprofiel van maken. Dat doe ik door eerst de lijst te selecteren. Ik zorg dat ik lijstopmaakprofielen heb aangedrukt. Moet je altijd doen voordat je een nieuw opmaakprofiel maakt. Kies altijd eerst de juiste soort opmaakprofielen. Ik druk het pijltje naar beneden. Ik zeg nieuw opmaakprofiel uit die selectie. Dat doe ik. En ik kies Genk. En ik maak daarvan bolletjeslijst. Ik druk op Oké, en je gaat zien, er is nu een Genk bolletjeslijst. Dus we gaan dat ook even testen. Stel dat we hier onderaan onze tekst, daar hebben we nog wat voetbalclubs. We gaan die eens uit elkaar halen, zodat we daar een echte lijst van kunnen maken. Bregel Sport. En we zetten deze lijst op de volgende pagina. En dan maken we er wat een echte lijst van. Deze zou ik dat opmaakprofiel willen geven. Ik duid de lijst gewoon aan en ik ga dubbelklikken hier op Genk bolletjeslijst. Dubbelklik en je gaat zien, de bolletjeslijst wordt mee overgenomen. Ook deze zou ik weer kunnen wijzigen. Dat ken je ondertussen, waardoor niet alleen deze lijst, maar ook de lijst helemaal bovenaan aangepast zou kunnen worden. Wat ik je nog niet had laten zien, was dat er in het vorige document reeds een lijst klaar was. Misschien kan ik dat nog snel laten zien, zonder dat dit document zal verdwijnen. Ik haal het oude document er eventjes bij, zodat jullie dat duidelijker zien. Zo. Hier had ik al een opmaak in voorgedefinieerd. Dus ik kan dat ook laten zien door de lijst aan te zetten. En eens even te laten zien bij de lijsttekens. Lijst blauwe ster. Dat is het opmaakprofiel dat hier gebruikt wordt voor de sterretjes. Deze lijst zit in dit document, opmaakprofielen.odt, maar ik kan dat ook inladen in mijn genk.odt. En dat ga ik nu even doen. Ik sluit dat document, heb dat niet meer nodig. Dus ik heb hier een lijstje staan en ik had beneden een andere lijst staan. Stel dat ik hier nu de sterrenlijst wil gaan importeren, dan doe ik het volgende. Dus ik open mijn stijlen en opmaak. Ik zet dat terug aan de linkerkant. Ik zie dat ik hier die sterrenlijst nog niet heb staan, dus ik kan hier beneden kiezen voor opmaakprofielen laden. Als ik dat doe,
Dan gaat hij mij voorstellen waaruit wil je die gaan opladen. Maar ik ga hier even kiezen voor uitbestand. Ik had al aangeduid dat het over een nummeringslijst gaat. Ik kies uitbestand. Hij zegt uit welk bestand wil je dat gaan halen. Ik weet dat dat in opmaakprofielen zit. Ik druk openen. En ik ga even kijken. Ik druk er langs en ik druk er terug in. En dan ga je zien dat er nu lijst blauwe ster bijgekomen is. Ik zet het even aan de kant. Ik ga dubbelklikken en je gaat zien dat de bolletjes aangepast worden. Voilà. Dus je kan opmaakprofielen tussen meerdere documenten met elkaar uitwisselen. Een laatste ding dat ik je nog wil laten zien is een paginaopmaak. Dus deze pagina heeft nog een standaard opmaak gekregen. Dus dat kan ik zien door hier te kiezen op paginaopmaakprofiel. En je ziet dat er een standaard paginaopmaakprofiel gekozen is. Dus ook hier kan ik eens een nieuw opmaakprofiel maken, maar dan voor pagina's. Ik druk rechtermuisknop nieuw en ik geef deze een naam. De Genkse pagina. Zo. Ik kan dan eens even kijken welke opties dat ik kan aanpassen. Bijvoorbeeld, ik ga de linkermarge eens op 2,5 zetten. De rechtermarge eens iets kleiner maken. Ik druk op OK en je gaat zien dat er nog niks aangepast is. Dat komt omdat ik nog altijd niet gedubbelklikt heb op Genkse pagina die hier staat. Dus als ik hier in mijn tekst sta en ik ga dubbelklikken op Genkse pagina, dan ga je zien dat die inspringing aan de linkerkant al helemaal aangepast is. Dus we gaan dat eens eventjes bekijken. Ja, de insprong is hier vergroot en aan de rechterkant verkleind. Ook hier, ik ga hem eens wat duidelijker maken. Dus ik ga ook kiezen bij de randen voor een rand met een schaduweffect. Ik laat die zo staan, maar ik ga de afstanden ook wat vergroten. En we gaan het hier eens even ophouden. We drukken toepassen. Oké, en je gaat zien dat op iedere pagina nu het paginaprofiel. Dit is wel jammer dat de tabel nu niet meer uitkomt natuurlijk, maar die kunnen we wel manueel gaan aanpassen. Dat hoeft op zich geen probleem te zijn, dat doen we later. Ik zal je het printvoorbeeld nog laten zien, afdrukvoorbeeld. En dan zie je dat de pagina's aangepast zijn door er een rand rond te zetten met een schaduweffect. Voilà, dit geeft je een beeld van wat dat opmaakprofielen zouden kunnen betekenen om jouw document een uniforme, gelijkaardige en een verzorgde stijl te geven. Veel succes!